zo'n kleine 30 jaar. Nou, voor mij is het nog een dorp, want ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Dus ik moest hier wel ontzettend wennen dat ik hier kan wonen. Ik vind het prachtig, heel veel bomen, heel veel groen. Ja. En ik zou niet meer terug willen naar Amsterdam. Ja, sinds 21 jaar. Want vroeger woonde ik op een industrieterrein en nu woon ik lekker tussen de mensen in. En het is hier heerlijk groen en gezond wonen. Oude Amstel. Een prachtige, door de bewoners zeer gewaardeerde gemeente. Met een actieve en zorgzame gemeenschap. En rijk aan waardevolle vrijwilligers. Die een grote steen bijdragen aan het verbinden en actief insluiten van iedereen. Bij de oude Meidoorn heb ik gewerkt en die gingen mij stoppen en toen de tijd ben ik meegegaan met coherente van alles nog wat. Voornamelijk hou ik me wel op licht geluid, met evenementen hou ik me bezig, met planningen en dat soort dingen. Ik stuur de vrijwilligers aan, ik assisteer de betaalde krachten in allerlei dingen. Ik ben zelf vrijwilliger. Een hele serieuze en soms denken ze nog wel eens dat ik ook beroepskracht ben, maar dat ben ik niet. Maar ik ben een heel gepassioneerde vrijwilliger. Draaien en muziek, daar hou ik me voornamelijk mee bezig. Om de kinderen blij te maken en mezelf ook een beetje. Mijn toekomstdroom is professionele DJ worden. Eigenlijk wel, het is al een lange droom wat ik wil, maar wel proberen om het waar te maken. Toen ik met pensioen ging, had ik een hobby altijd, dat was de natuur. En ik wist dat er een vogelwerkvereniging in Ouderkerk zat. En daar heb ik contact mee gezocht en daar ben ik lid van geworden. Verschillende dingen, dus ze doen mee aan landelijke vogeltellingen. Het beschermen van de weidevogels door het plaatsen van stokken. Het onderhouden van nestkasten. Het geven van excursies op scholen, wat voorlichting geven over vogels en het uitpluizen van uilenballen. Die zwaluwwand, die hebben wij in onderhoud. Die is een tig aantal jaren geplaatst. Daar nestelt de oeverzwaluw. En de oeverzwaluw die maakt zijn nest in zand. We hebben dus een betonwand laten maken met gaten van ongeveer 10 centimeter doorsnee, 90 centimeter diep. Die worden dan in het voorjaar gevuld met zand. En de oeverzwaluw gaat er lekker in zitten graven en die maakt daar zijn nest in. De laatste jaren was het de zwaluwwand slecht bezet, maar de laatste tijd gaat het weer goed. Dus zijn er toch wel van de 90 nesten die we hebben, zijn er toch gauw een 20 tot 30 bezet. Dit noemen wij de kijkschuur. Het is de observatiehut, dus de deur is eigenlijk altijd open. En je kunt dus als het slecht weer is, kun je binnen observeren. En als het mooi weer is, dan kun je gewoon om de hut heen lopen en dan het hele weiland bekijken. Jij bent Omutja. Ja. En je komt uit? Ik kom uit Liberia. Ja. En ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. En hoe oud zijn jouw kinderen? En Masha. De Masha is 10 jaar. Nou, weet je, ik werk al een aantal jaren niet meer. Maar toen dacht ik, ach, ik kan best iets vrijwilligs doen. Ja. Dus toen las ik in het blaadje van Oude Amstel, of Oude Amstelblad, geloof ik heet het, dat er taalmaatjes werden gevraagd. Dus mensen om Nederlands bij te brengen. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het gewoon enig. Ja. En je hoort nog eens wat, weet je. Dus toen dacht ik, goh, ik ga hier eens in de bibliotheek kijken of ze iets hebben. Ja. Nederlanders of Nederlands voor buitenlanders. Ja. Maar toevallig hier in Duivendrecht is heel weinig. Dus ik ga altijd naar Diemen. 4 jaar en met dit diploma. Vijf jaar met dit diploma kan je naar het hoger beroepsonderwijs. Onderwijs. Dus naar HBO, ja. MBO. Ja.
We zijn het koken voor een groep ouderen. Ja. En dat doen we al, ja, 25, 30 jaar. Nee, dat is vandaag voor pakweg 45 personen. Oh ja. Ja. En we hebben doorgaans 50 personen. Maar er zijn op het ogenblik een beetje veel zieken vanwege de griep die er heerst. Omdat het leuk is. Ja. Met mensen werken, met wat doen voor een ander wezen zijn. Nou, dat doen we gewoon voor de gezelligheid. En omdat er heel veel alleen gaande mensen zijn, dat ze toch eens lekker met elkaar kunnen babbelen en samen eten. Nou, we hebben een vergadering. Ik ben vrijwilliger bij Coherente. Er zijn heel veel klachten van mensen die, ja, in Duivendrecht gebeurt nooit wat. Dus we gaan nou met heel Duivendrecht proberen allerlei mensen bij elkaar te brengen. Om een groot spektakelfeest te geven. En zodat mensen in Duivendrecht elkaar ook leren kennen. Dus ja, er zijn plannen van bijvoorbeeld een groot ontbijt, een grote optocht. Met allerlei activiteiten, dans, muziek, spel. Ja, als het weer mee zit, zal het een hele leuke dag worden. We moeten weer Duivendrecht weer een beetje bij elkaar krijgen. Ja. En we hebben het eigenlijk al jaren, nou eigenlijk heel lang al niet meer gedaan. En ze willen gewoon weer het een beetje terugkomt. Ja, we hebben alle scholen betrokken. En nou, daar wordt mee gezongen en de vlag wordt er gemaakt. Maar ik heb wel een idee dat ik iets met sport wil gaan doen. Ja, ik leer hier ook veel van. Ja. De opleiding, sport, dienstverlening en veiligheid. Oké. Okay. Dus ik kan er veel van leren. Dit is maar een selectie van de projecten en activiteiten die Coherente faciliteert en ondersteunt. Met een kleine professionele bezetting werkt Coherente samen met een veelheid aan onmisbare vrijwilligers. Aan een levendige Oude Amstel voor iedereen. Vrijwilligers die overigens een enorme sociaal kapitaal vertegenwoordigen. En waarop Oude Amstel vanzelfsprekend zeer zuinig moet zijn. Het is alleen een veerkrachtige en samenhangende gemeenschap die de uitdagingen van de toekomst goed aan kan. Coherente. Laten we wel zijn.